belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra schrijft vandaag over een zaak tegen een 48-jarige Nederlander. Die stond gisteren voor de rechtbank omdat hij zich moest verantwoorden voor het bezit van twee wapens en een kleine hoeveelheid cocaïne. Tegen de rechter zei hij dat een van de wapens afkomstig is van de voormalige chauffeur die betrokken was bij de roof van 600 kilo cocaïne uit het politiebureau in 2018. Volgens de Nederlander heeft hij deze informatie niet tegen de rechtercommissaris verteld, omdat hij de politie niet vertrouwt. Volgens hem werkt de politie op Curaçao samen met criminelen. De Raad van Ministers van Curaçao heeft gisteren ingestemd met de nieuwe landsverordening. Deze wet houdt in dat topfunctionarissen van overheids-NV's en overheidsstichtingen op jaarbasis niet meer dan 263.000 gulden mogen verdienen. Hiermee is een plafond opgelegd aan het inkomen van topfunctionarissen. Dat plafond bedraagt 130% van de totale bezoldiging van de minister-president. Na Colectra, nós temos tempo para servir ora com mais de comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800-0135 de aluna para de viernes for de setor de mente até com o setor de noite para turno serviço não off para cita. Se você quer cita para já sabra, também por favor. Por escorrer para a cita, riba aqualectra.com e aproveite a mesura, põe o documento na cerca para a visita cerca nos vai mais fácil. Sim! Sí. Aqualectra su centro de cliente huerta clapa servivo na e momento cuta cumini abo. De rechter op Curaçao heeft gisteren straffen opgelegd aan twee mannen uit Venezuela en één uit Haiti. Ze kregen straffen van 1 keer 8 jaar en 2 keer 6 jaar vanwege betrokkenheid bij de stichting van brand in het belastingkantoor op Curaçao in 2019. Alle moeten ook 50.000 gulden schadevergoeding betalen aan de inspectie der belasting. Opvallend is echter dat alle drie de mannen niet voor de rechtbank verschenen. Ze zijn nog op vrije voeten. Tegen twee is een internationaal opsporingsbericht uitgegeven. Eén man was eerder vastgezet in Venezuela, maar is daarna vrijgelaten. Er bestaan ernstige twijfels over de kwaliteit en integriteit van enkele directieleden van de Girobank. Dat stelt minister van Financiën Javier Silvania. Dit zou blijken uit onderzoek dat is gedaan door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Dat er nog geen stappen zijn ondernomen ligt volgens Silvania aan het feit dat er een personeelstekort is bij het Openbaar Ministerie. Silvania zegt dit in antwoord op vragen van parlementariër Ramon Jung. Vorig jaar werd Curaçao opgeschrikt door een ontvoering van een 17-jarige dame. Die ontvoering vond plaats van 7 tot 9 november. Gisteren stonden twee mannen voor de rechter hiervoor, maar volgens het Openbaar Ministerie heeft de 17-jarige zelf haar ontvoering gepland en zijn de zogenaamde ontvoerders bekenden van haar. Een week geleden brandde de populaire minimarket Wasang in de wijk Hoenderberg helemaal uit. Vandaag staan er weer foto's van Wasang op de voorpagina van de krant. Nu gaat het over opruimwerkzaamheden. Die zijn gestart en de bedoeling is dat Wasang een doorstart gaat maken, zo meldt de krant. Curaçao hebben op dit moment meer dan 38.000 mensen een boostershot gehad. In totaal gaat het om 38.143 mensen. De Extra meldt vandaag dat het aantal mensen dat zich dagelijks meldt voor een boostershot relatief hoog is. In de afgelopen 9 dagen ging het om meer dan 1500 personen. Het aantal mensen dat zich nu nog meldt voor een eerste of tweede vaccinatie is erg laag. Het gemiddelde ligt op zo'n 25 personen per dag voor een eerste of tweede vaccinatie, aldus de Extra. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.